maar deze uitspraak is het waard. Dus zing met me. Het leven is geven en nemen. Slechte dingen op mijn pad, yeah. Maar ik blijf bezig. Nou, we zijn hier bij Nivo. Nivo is eigenlijk een galerie / recycle studio. En waarbij kunst als verbindende factor centraal staat. Wij hopen dat Nivo heeft een maatschappelijke en educatieve functie in Afrika aan de wijk. En wij willen laten zien dat op het moment dat jongeren in een ander context plaats, dan beginnen ze hun eigen omgeving te waarderen. Maar de omgeving begint ook deze jongeren meer respect te tonen. Want dat hebben ze hard nodig in deze harde tijden. Toon respect en dan kan ik het je geven. En ik wil niet dat mama leeft in een struggle. Nu is de zon groot en ze wil niet dat ik hossel. Tegenslagen, maar ik blijf gewoon mezelf. Ik zie me rennen op de flank, net een elf. Net een elf. Mijn naam is Sarkis Galician. Ik ben een jongen van 24 van de Armeense afkomst. Ik ben hier bij Nivo beland van Zoe. Een oude lerares waar ik les van kreeg. Ze is zo spontaan bezig met dingen, zo actief voor de buurt, voor de jongeren en iedereen omheen. Werkscholen gaan sluiten. En het probleem is dat er heel veel dingen eigenlijk ook worden afgesloten zonder dat er een vervolg is voor degene die daar les hebben. Of voor degene die eigenlijk op dit moment niks heeft. En zij is begonnen om vanuit haar eigen initiatief met Nivo. Gewoon nog voor de buurt, voor de jongeren, maar eigenlijk voor iedereen. Ja, hier leren we eigenlijk heel veel. Heel veel dingetjes waar je eigenlijk op dat moment misschien niet bij stilstaat. Van respect naar elkaar. Daar staat ook namelijk Nivo voor. Komt meer een beetje het fort op straat gebruik van neef, nicht. Een familiale omgeving, een familiale plek. Zoals ik wil dat mensen met mij omgaan, is ook wat ik aan anderen meegeef. Wat ik de mensen zou willen adviseren die hier langslopen is, kom naar binnen.